denken jullie aan Moederdag? Ja, wanneer ik er geld voor heb dan wel. Nee. Ja. Ja. Nou, wij doen wel aan Moederdag, ja. Nee. Ja, nou ja, ik niet. Nou, ik ook, voor mijn moeder, maar zij ook. Nou, weet ik niet. Misschien mijn vriend. Ik ben net moeder, dus... Ik deed wel altijd aan Moederdag, maar mijn moeder is overleden verleden jaar, dus... Wat deed je voor Moederdag altijd? Nam ik een bloemetje en een kaart of een mooi blouseje of truitje mee. Ontbijt op bed. Maak je dat zelf? Ja. Echt waar? Wat maak je dan? Croissantjes en bolletjes en lekkere broodjes. Oh, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het is. Het kan een bloemetje zijn of het kan een luchtje zijn of iets anders wat ik weet wat ze graag wil hebben. Maar het is gewoon meer het feit dat ik met mijn eigen gezin dan langskom en dat we gezellig eten. Gewoon een beetje ja, met z'n allen zijn. Dat vindt ze het allerbelangrijkst. Soms ruim ik alles op, het hele huis of mijn kamer of nog gewoon zeg maar, extra schoon en zo. Mooi cadeau. Doe je het ook wel eens? Nou, nee, niet echt. Alleen maar een cadeautje gewoon. Lijkt je op te? Deels, ja. Waarin? Ik ben net zoals haar af en toe een beetje fel. Dus dat botst nog wel eens. We zijn allebei lief en hetzelfde humor. Nou, meer het karakter. Meer karakter, niet het uiterlijk. In vele opzichten wel, ja. Wat voor opzichten? Uitgaan. Ja? Ja, en van kleding. Omdat we heel veel op elkaar lijken, bots ik tegen dezelfde dingen aan met het opvoeden van mijn eigen kinderen als zij met mij deed. Dus dat is wel, vind ik eigenlijk wel heel komisch. Wat betekent jouw moeder voor je? Nou, heel veel. Want zonder haar kan ik eigenlijk niet echt goed leven ofzo. Vertel eens. Nou, ja, ze snapt me altijd en sommige mensen doen hem niet. Nou, ik zat toch 9 maanden in haar buik en ze liep 9 maanden met mij rond. Dus, en ze zorgt ook voor mij, dus het belangrijkste wat ik heb. Ik heb een goede band met mijn moeder, dus is voor advies, vriendin, alles bij elkaar. Ja, ze is wel heel belangrijk in mijn leven, want ze heeft me gebaard. Heb ik alles van geleerd wat ik zelf weet. En nu ik een gezin heb, is het helemaal nog belangrijker eigenlijk. Zegt u? Wat betekende uw moeder voor u? Nou, hoe kan u dat vragen? Dat wil ik gerust zeggen. Ja? Alles!